Oh. Gaan we tellen? 1, 2, 3. Goed gedaan dan. Ja, de tanden moeten nog wel een beetje. Welkom bij een nieuwe vlog. Het was vandaag fantastisch weer vanochtend. Heel veel regen gehad, harde wind. En het klaart nu een beetje op. En de wind gaat een beetje liggen. Dus we kunnen verantwoord op weg in de auto. We gaan nu naar Daan's school toe. We gaan Daan iets eerder ophalen, want hij heeft een afspraak bij de tandarts. We hebben jaren geleden, dus nu denk ik zo'n 3 jaar geleden, hebben we al een keer laten zien dat Daan naar speciale tandarts gaat en hoe dat dan gaat. En we dachten, Daan moet nou een keer naar de tandarts, dus laten we de camera's meenemen. En je nou een keer laten zien weer hoe het nu eraan toe gaat. Hij is natuurlijk weer wat ouder. Hij is inmiddels van melkgebit gewisseld. Dus we nemen je mee naar de tandarts. Volg je dit kanaal nog niet of abonneer, of ben je nog niet geabonneerd, abonneer je dan. En dat kan hier beneden. En dat waarderen wij enorm. Als je deze vlog leuk vindt, laat hem zeker even een duimpje omhoog zien. Daar worden we ook heel blij van. En Miljoen, je hoort het, die wordt er ook heel blij van. Dus ik zou zeggen, geniet van de beelden. Nou, we hebben zojuist Daan opgehaald op school. En we rijden dus nu naar de tandarts. Gelukkig is het school tandarts vrij dicht bij elkaar. Hé hey Daan, we gaan daar naartoe. Daan zit achterin. Jullie kunnen hem net niet zien, denk ik. Of misschien net. Heel klein beetje. Daan, waar ga jij naartoe? Daan, naar de tandarts. Dat de tandarts naar jouw tandjes kijken. Ja, hij lacht. Nou, dus we gaan naar de tandarts. 1, 2, goed zo Daan. En goed gepoetst, papa en mama. Ja, nu komt hij uit school. Dus we hebben niet kunnen poetsen nu net. 3. En hier hebben we een beetje tandsteen gedaan. Dan moeten we direct een beetje weghalen. Hè. Dat is lastig. Ja. Zit die tand misschien een beetje los? Ja, waarschijnlijk zit er nog iets wat... Zit Goed zo, ja. Er zit een nieuwe te duwen. Hey, gaan we feest vieren? Nee, we gaan nog even. Rechts van jullie, van jou zo meteen, heeft hij een wittige tand. Ja. En ik weet niet of dat ja, is een nieuwe. Wat dat is. Er zit een beetje tandsteen op en hij is een beetje gekleurd. Ja. 1, 2... Hier komt er ook in aan. Goed zo, ja. Er zat een nieuwe tand te komen. Dus even hier beneden. Hij doet de laatste tijd wel moeilijker met tandenpoetsen. Bij mij tenminste. Ja, er zitten er 2 te drukken. En het kwijlen is weer ontzettend enorm. Ja, dan gaan we voor naar Radboud. Ja. 1, 2, binnenkort. 3. Hartstikke mooi. En ja, kijk eens, hier zit een hoektand losstaan. En die was al gewisseld, toch? Nee. De snijtand, maar de hoektand niet. Deze beweegt. Ja, en deze beweegt ook iets. Dus poetsen kan daardoor wel wat lastig zijn, hoor. 1, 2, goed zo Daan. 3. Wauw, goed verteld. Goed verteld. We gaan hier nog even kijken. Laat eens even kijken Daan. Ja, moet nog even. 1 keer Daan. Daan, nog 1 keer 3 tellen. Wow. Gaan we tellen? 1, 2, 3. Goed gedaan Daan. Ja, de tanden moeten nog wel een beetje schoonmaken. Hè? Een beetje tandsteen gaan we wegkriebelen. Dat zijn de handschoenen. Ja. Papa had je even benen papa vast, hè, Jan. Let op met je tanden, hè, met zijn benen. Ja. Dit zijn hele harde schoenen, hè. Stoere schoenen. Daan, kijk, dat is het tandenkrabbertje. Die gaat het tanden mooi schoon krabbelen. Dat moet wel even gebeuren, hè. Ik hou even je handen vast, hè. 1, 2. Zo. En dat is 3, Daan. We hebben niet eens muziek. Daar zit ik net ook aan te denken. Ja, ik denk. Thank you.
bij de tandarts geweest. Daan heeft het super goed gedaan. Dat heb je ook kunnen zien in de beelden. Ze hebben gekeken zoals ze altijd doen. Links afstaan naar Lindewal. Zijn tanden gepoetst. Ja, gepoetst. Gepolijst. Dus Daan heeft het super goed gedaan. En nou wordt Daan over 700 meter. Tot links afstaan naar Meiboordstraat. Oh ja, drie maanden. Daar gaat altijd om de 3-4 maanden houden ze gebit in de gaten. Dus alles goed en over 3-4 maanden dan gaat hij weer naar de tandarts. Dus nu lekker naar huis. Daan is vandaag naar de tandarts geweest, hè? En Daans tandjes zien er heel goed uit. Ja, als je bij de tandarts geweest, dan heb je het heel goed gedaan. Dan gaan we jullie hartelijk danken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Klik dan zeker even op duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneren kan hier beneden. En dat waarderen wij enorm. Want we zitten nu, op dit moment, Daan, 506 abonnees. Op weg naar de 1000. Althans, dat hopen we te halen, Daan. Dat Daan de 1000 abonnees gaat halen in de toekomst, hè? Dat hopen we. Ja, je moet ervan lachen. Nou, dankjewel. Gaan we een high five doen, Daan? Zeggen we, ja, jij weet het, hè? Hij pakt mijn hand. Zeggen we, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Wat zeg je, Milo? Ga je dat heel hard roepen? Tot de volgende keer, dadelijk. Ja, zegt Milo. Ik ben benieuwd. Nou, dankjewel. En tot de volgende keer maar weer, Daan. Dan zeggen we dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Milo, tot de volgende keer.